Voor veel Achterhoekers is het het hoogtepunt van het jaar. Het bloemencorso. Maar voor het tweede jaar op rij moest er een alternatief bedacht worden om het toch door te kunnen laten gaan. Hier in Beltrum wisten ze het zo te organiseren dat het een waar volksfeest is geworden. De vlaggen hangen uit, het zonnetje schijnt. Beter hadden ze het niet kunnen treffen. Hier? Oh, gaat me goed. Net een beetje wakker, dus de wagen ziet er mooi uit. Dus mag wel zijn, zo dacht ik. Wat moet er nog gebeuren? Een klein beetje elektrische geluid even testen. Verlichting voor vanavond nog in orde maken. En dan is het opruimen en afdringen. Hoeveel bloed, zweet en tranen zit erin? Een paar nietjes in de vingers, een klein beetje bloed, veel zweet. Maar veel gezelligheid. Dus. Hoeveel mannen hebben jullie hier aan gebouwd? Vaste mensen, vooral jongeren erbij, een man of 12. En zoals gisteren, een man of 70. Heel gezellig. Hoe mooi is het dat het dit jaar door kan gaan? Oh, heel fijn. Iedereen heeft er gewoon zin in. Je komt gewoon merken, de mensen komen eindelijk los. Die zeggen van, hé, eindelijk. Gewoon weer samen. Ja, daar gaat het om. Dus ja. Hey, hoe was het? Het bouwen, het hele proces? Ja, leuk. Het is altijd weer leuk om te doen natuurlijk. Maar ja, wel blij dat we weer klaar zijn nu, zeg maar. Ja, we zijn vrijdag begonnen en, met nieten, zeg maar. En vrijdag, zaterdag de hele dag, 7 uur begonnen. Het zat gisteren 10 uur en toen hadden we de dagen dicht. Nou, dat is altijd wel een mooi moment. Dan drinken we allemaal een biertje, een paar meer. En ja, dat was vannacht weer laat en vanmorgen weer 7 uur eruit. Dus lange dagen, maar altijd wel heel gezellig. En nu 3 dagen kermis, ja, dan verheug je natuurlijk wel heel erg op. Dus de wagen af en dan kunnen we mooi met z'n allen in drinken op de kermis. De stoerste oma van de Achterhoek. Ja, dat dacht ik. Mooi. Heeft u ook meegeholpen bouwen aan de wagen? Ja, ik bouw al meer dan 64 jaar wagens. Dus. En inmiddels met uw kleinkinderen? Met de kleinkinderen, ja, dat is het mooiste wat er is. Hè. Dus, en ook met de anderen, met de jeugd rondom. Dat is zo mooi. Dan heb je zo'n skik als je samen zit te plakken en te strijken en zo. Dat is geweldig, ja. Welkom bewoners van het Hassinghof. Fantastisch dat jullie hier bent en dat we op jullie parkeerplaats de opening mag doen. Er was altijd een spreuk, samen krijgen we corona eronder. Als je nu hier kijkt in Beltrum is de vraag, samen gaan we ook feest vieren. Op het moment dat de boomstam door is, is officieel onze kermis geopend. Hier wordt de laatste hand gelegd aan de Paralympische wagen Veerkracht. Met 70 man is hier aan gewerkt. De hele organisatie en alle bouwers hebben heel wat uren in de wagen zitten.
Nou, als je rondom hierheen kijkt, hè, dit is ons feestterrein. Dus het is al heel bijzonder dat we weer in deze coronatijd een feestterrein hebben. Dus zondag, maandag en dinsdag mogen hier 750 man weer echt een evenementje vieren. Voor ons is dat ook heel erg leuk om te organiseren. Ik krijg er zelf gewoon een glimlach van dat we weer mogen doen waar we eigenlijk in Beltrum heel goed in zijn om iets te organiseren. Ja, het kan plaatsvinden, omdat natuurlijk de coronaregels. Je mag met 750 man een evenement houden. Ik moet heel eerlijk zeggen, we zijn echt ontzettend goed geholpen door de gemeente Berkeland. Want eigenlijk is het een eendaags evenement. Het mag wel driedaags niet, maar in principe zijn dit drie eendaagse evenementen. En we zijn op allerlei manieren geholpen door gemeente Berkeland om dit mogelijk te maken. Ons dorp is heel goed in samen vieren. En ik denk dat dat het belangrijkste is van deze drie dagen. Samen vieren, terugkijken wat we gedaan hebben in de coronatijd en bespreken wat we in de toekomst gaan doen. Dus ik denk het samengevoel van we hebben Beltrum weer op de kaart staan. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Wij zijn druk bezig met de eerste bloemen op de wagen aan het maken. En dat moet allemaal morgenavond klaar zijn. Ja, de voorbereiding was natuurlijk een traject met hobbels. We hebben natuurlijk erop voor gesorteerd dat wij waarschijnlijk met coronamaatregelen te maken hadden. En dat we daar allerlei scenario's aan gekoppeld hebben. Zodat we in ieder geval in staat waren om te schakelen en ons corso aan te passen naar de mogelijkheden die op dit moment mogelijk zijn. Nu zie je dat iedereen weer blij is dat er ook deze keer weer gelegenheid is om iets te maken. Dat iedereen met een glimlach weer naar de bouw komt. En iedereen heeft er zin in. Dat kun je vooral zien. Ik ben nu aan het nieten. En dan moet je ook knippen zodat die lijnen wat strak zijn. Uiteindelijk moet de hele wagen vol. Het leukste van de wagenbal vind ik vooral de gezelligheid eromheen. Zeg maar. Heb je nu een hele dag bouwen met z'n allen en dan aan het einde ga je nadrinken. En dan, dat is eigenlijk wel uiteindelijk het leukste natuurlijk. Ja, vorig jaar waren er natuurlijk veel striktere maatregelen. We hebben ook echt een protocol opgesteld met sanitatiestation is erin. Spullen allemaal op 1,5 meter afstand. Veel kleinere groep, veel kleiner ontwerp ook. Dit jaar is natuurlijk de hele vaccinatiecampagne wel op gang gekomen en iedereen, het grootste deel is in ieder geval geïngeënt. En kunnen het gelukkig allemaal ietsjes meer laten vieren. Natuurlijk wel binnen de kaders. We gaan winnen. Ja, zeker. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-da-pa-pa-pa-da. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Behalve de corso-wagens is er ook entertainment en theater. Dag heren. Een heel goede middag, Salme. Oh, u komt niet uit de Achterhoek, hoor ik al. Nou, wij komen helemaal van Bels als officieel afgevaardigd om hierbij foto's te maken van deze heel geheel. Deze is een prachtig event, ongelooflijk. Dat kennen we niet in Bels. Kennen we dat niet in Bels? Zo chic opgezet. Deze is voor ons, ja, dames en heren, als ze de kans krijgen om hier naartoe te komen, subliem, echt waar. Maar jij maakt foto's dan? Ja, van de mensen vooral. Van schoon mensen, van ja, iets minder schoon mensen. Maar ook van de attracties die hier staan. Maakt u een foto van mij? Nou, u staat er. En mijn collega? U staat er samen op. Wilt ach, u hem even fantastisch. Zien? Ja, die willen we zeker even zien. Ach, wat leuk. U staat er niet slecht op, hè? Nee. Voor een zondag namiddag. Nee, voor een zondag namiddag staat u er niet slecht op, vind ik. Ik sta er zeker niet slecht op. Ik heb altijd al koningin Maxima willen zijn. Ja, u bent het ook een beetje. U bent televisiekoningin toch van vandaag? Voor vandaag wel. Voor vandaag wel. Ja. Heel veel succes. Wij waren Jos en Jos, maar zien u ze beet nog, hè. Salut! Het komt helemaal goed hier. Het is lekker warm en een mooie massa volk, dus het is allemaal super.
zou dan een keer op een wagen willen staan. Middels de twee middelste vingers en doe je de duim er bovenop. Dat is het teken van de rock. Juist. Rock. Deze? Rock. Dit is de rock. Dissen? Ja. Naar allebei de handen. Een beetje uw muziek, meneer Van Oostrum? Nou, niet helemaal, maar het klinkt wel goed. Ja, maar het is ook prachtig zoals het Corso dit jaar gewoon in Beltrum zelf is in plaats van in een optocht. En dat, de wagens komen nu op plekken waar ze normaal nooit komen. Hoe heeft u dat toch voor elkaar gekregen? Ja, gewoon lef hebben. Ja, is het vooral lef? Ja, hier in Beltrum kan alles, zeg ik altijd. En dat laten ze vandaag ook echt zien. Ja, maar het is hartstikke mooi en dat is gewoon een kwestie van samenwerken. Met de organisatie, kijken wat wel kan in plaats van kijken wat niet kan. Nou, dat zie je denk ik heel goed gelukt. Ondanks de maatregelen kan dit toch? Hoe? Nou ja, dit is gewoon een wandeling in de openbare ruimte. Ja, dan mag je gaan en staan waar je wil. Als mensen zelf de regels net als normaal thuis een beetje in acht nemen, kan dit prima. Ja, en op deze manier denk ik geef je de wagenbouwers echt gewoon een schitterend podium. En daar ging het uiteindelijk om. Heeft u zelf ooit gebouwd? Nee, maar ik heb er wel heel veel gezien. Ik denk dat ik ondertussen wel wat vanaf weet. Maar dat bouwen is er nooit van gekomen. Bent u er trots op dat het hier staat? Ik ben er waanzinnig trots op. Kijk wat ze hier neerzetten. En gewoon 80.000, 90.000 dahlia's verwerken. Met z'n allen bouwen in 6, 7 weken tijd. Hè, nadat we echt een go hebben gegeven. Het kan toch. Ja, dan ben ik er waanzinnig trots op. En kijk, de mensen genieten ervan. Ja, dat was in Rekken zo. Dus hier in Beltrum dubbel en dwars. Nou, dat is alleen maar mooi. En op deze manier hebben we toch nog wat leuke lichtpuntjes in coronatijd. We hebben dit samen met twee anderen van de wagenbouwgroep ontworpen. En hebben we nou zo hier neergezet. Wat is het? Ja, ik kan zien dat het vleermuizen zijn, maar wat is de betekenis achter deze wagen? Nou ja, we zitten al 2 jaar in een hele andere wereld. En eigenlijk de hele wereld staat al 2 jaar lang op zijn kop. Door een stel rondhangende raddraaiers. En dat zijn deze weesjes. Als we ervan uitgaan dat de vleermuizen de oorzaak zijn. Ja, wij vanuit. Dus, dat het de vleermuizen zijn. Dus, Wat vindt u van het resultaat? Perfect. Ja, nou, het zou van het jaar allemaal iets minder zijn. Maar ik vind toch dat we alles uitgehaald hebben. Dus netjes. Ja, als groep. Als groep zijnde mogen we echt wel trots zijn wat we neer hebben gezet. In een korte tijd ook. Ja. Met hoeveel vrijwilligers? Ja, 70 vrijwilligers. En qua vaste bouwleden denk ik dat we 20-25. Hoe is het gegaan? Was het moeilijk om de mensen bij elkaar te verzamelen? Nou, in het begin, ja, je zat natuurlijk in een lockdown en alles. Dus we hebben heel veel via Zoom gedaan. Dus online heel veel geregeld. En op een gegeven moment, toen het weer wat losser kwam, zijn we wel weer wat meer bij elkaar gekomen. U heeft uw dochter, deze mooie dame hier, deze wagen ontworpen. Hoe trots bent u daarop? Ja, hartstikke trots. En vooral omdat ze van het jaar ook nog gaat trouwen. Dus we zijn extra trots. Ja, echt waar. Echt waar. Ja, mooi, hè? Ja. 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 En waar gaan jullie eindigen? Geen idee. Als het feest, het gaat om het feest en dat doen we met z'n allen en welke plaats, dat maakt niet zoveel. Dag mevrouw. U bent alle wagens langs aan het fietsen? Nou, we zijn eigenlijk vandaag een fietstocht aan het maken. We komen hier toevallig door. Dus zodoende doen we dit nou ook even erbij. En jureren we ook nog even. Ja. Aangename verrassing? Ja hoor, zeker. Ja. Dus we doen het kerkenpad doen we nu. En dit zit erop. Ja, want er moet uiteindelijk een prijswinnaar uitkomen. Hè? Nou, je moet alles dus een punt geven, een nummer 1. Nou ja, dat is dan de mooiste. Maar ja, dat is wel het moeilijke, want die hebben we nog niet gezien, hè. We doen de route via die pijlen. Dus... Wat staat er tot nu toe bovenaan op uw lijstje? Even kijken, nummer 2. Op de tweede plaats nummer 6. Losse vlotters van de randdraaiers.
En kijkt u bij het jureren dan ook naar, naar het thema, wat het dan bijvoorbeeld is? Ja, maar het is bijna allemaal hebben ze het over het corona, over het laatste jaar. Dat valt me wel op als je dat stukje leest daar zo met de dingen. Maar ik kijk ook naar het aantal dahlia's. Pas hadden we 150.000 of zo. Dus dat is wel een heel groot verschil natuurlijk, hè? Ja, dat is knapper bedoelt u? Nou, zoveel als ik weet hoe lang die mensen daarmee bezig zijn. Dus dat levert u wat dat betreft meer punten op? Hoe meer bloemen? Ja. Is het om weer los te kunnen? Heerlijk, ja. Zeg eens hoe het voelt. Hoe voelt het? Het voelt wel dubbel. Je moet toch wel die anderhalf meter afstand proberen te houden. En weer los, hè. Dus, volksfeest. Je ziet de mensen gewoon genieten. Kijk maar eens rond hier. Hoe ze allemaal genieten. Dat we even eruit kunnen. Ja. Stiekem is dit toch gewoon het hoogtepunt van het jaar? Dat is niet stiekem. Dit is het hoogtepunt van het jaar. Maar dan beperkt dit jaar. Ja. Helaas. Daarom wel extra genieten, toch? Ja, zeker. Ja, maar dat merk je gewoon aan de mensen ook. Ze genieten allemaal nu. I'm begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging you to put your loving hand out, darling. Dames, jullie staan alvast hier te kijken bij welke wagen is dit? Oh, geen idee, want we zijn net begonnen. Dus wagen nummer 2, denk ik. Wat is het? Wat ziet u? Dynamite geschoten. En wat we zien is eigenlijk allemaal dieren. Zebra en de Big Five, denk ik, dat ze uitgebeeld hebben. En wat ik ervan begrijp is dat ze een foto hebben gemaakt. En dat ze die dieren nu allemaal uitgewerkt hebben. Wat vindt u ervan? Ja, ik vind hem prachtig. Met name die schilderijen daar. Maar je moet even op afstand kijken, omdat je dan de olifant kan zien. De apen, zebra, leeuw. Maar belangrijker nog, wat vindt u ervan dat het toch door kon gaan, het corso dit jaar? Belangrijk. Heel belangrijk. Dat is het allerbelangrijkste. Dat we toch weer een feest kunnen vieren. Hè? Hebben we gewoon een jaar niet gekund. En we zijn daar gisteravond eerlijk gezegd wel een beetje mee begonnen. Hè? Ja, de alcohol zit er nog in? Dat zeg ik niet. Wat vinden we ervan? Ja, heel mooi. Geweldig, hè? Ja. Dat is zo kan vandaag, hè? En het weer werkt mee, dus het is uniek dit feest. Ik zeg heel erg fijn dat dit weer kan. Dat die mogelijkheid er weer is, dat we met de vrienden hier naartoe kunnen gaan. Dat is echt fantastisch. Mooier kan het niet vandaag. Nee. Beltrum zet zich weer mooi op de kaart. Dus... Hoe hebben jullie dat als Beltrum toch voor elkaar weten te krijgen? Nou, ik denk dat het gewoon met man en macht gewerkt is door heel veel mensen, vrijwilligers, om het toch voor elkaar te krijgen. En hoe moet ik dat nou zeggen? Ik kom even tussen jullie instaan, want hebben jullie beide aan de wagens gewerkt? Nee, ik ben uitgenodigd om mee te gaan nu met Roetse. Want Beltrum is gewoon mooi, hè, met de wagenbouw. Iedereen doet mee. Het is ene saamhorigheid. En het weer werkt mee. Ja, want zonder die saamhorigheid was het niet gelukt, hè? Nee, zeker niet. Nee. En iedereen zet zich voor 200% in om er echt wat van te maken. En dat is het allerbelangrijkste wat je kan hebben, hè, in zo'n dorp. Want u heeft zelf ook aan de wagens gebouwd? Ja, zeker. Waar staat die? Die staat bij nummer 9, bij de Wari. En dat is Loch Ness. Loch Ness. En het monster van Loch Ness ook? Het monster van Loch Ness. Dus, en hoeveel bloed, zweet en tranen zit erin?
Nou, bloed niet, zweet ook niet. Ja, zweet wel. En tranen ook niet, want ja, van geluk dat we eindelijk weer mochten bouwen. Dus dat is het allerbelangrijkste. Ja, fantastisch, hè? En de dahlia's, die zitten erin? Hoeveel zitten er? Ik denk 75.000 of zo. Ik heb geen idee. Ik doe gewoon mee en we werken gewoon met z'n allen samen aan die wagen. En dat is denk ik het allerbelangrijkste. En als die klaar is, is die klaar. En hoeveel dat erop zit, maakt mij helemaal niet uit. Ja, wij worden in een golfkarretje rondgereden. Ik voel me af en toe net de paus. We stappen hier nu uit bij The Rising Hope. Een prachtige draak. Titel is Nessie. Beetje mysterieuze muziek ook. Waar staan we hier? Wat is dit? Het monster van Loch Ness. Nessie. Wat vind je ervan? Ja, heel mooi. We hebben zelf geholpen met bouwen dus. Echt waar? Dit is jouw werk gewoon? Ja, niet alleen voor mij. Onze hele wagenbouwgroep, The Rising Hope. Ik zag het. Met hoeveel mensen hebben jullie hieraan gewerkt? Nou, dat weet ik zo niet. Maar genoeg. Ook druk mee bezig geweest. Wat maakt het nou het mooiste om dit te doen? Ja, gewoon de wagenbouw zelf. De gezelligheid. Het werk. En het uiterlijk uiteindelijk. Ik zie je genieten van het resultaat. Ja, moet ook wel. Mooi weertje erbij. Welke prijs ga je binnenslepen? Sowieso top 3. Natuurlijk voor de eerste plek, maar... Nou, ondertussen wordt het hier steeds drukker en drukker. Ze komen allemaal jullie wagen bewonderen. Dag dames. Hallo. U loopt de wagens allemaal langs vandaag? Ja, dat klopt. Ja, ja dat klopt. U komt ook uit Beltrum? Van oorsprong kom ik uit Beltrum, ja. U heeft niet meegebouwd aan de wagens? Niet meegebouwd, nee. Maar u weet wat het is? Zeker weten, absoluut. Ja, we hadden vroeger thuis, was wagenbouwgroep De Toekomst bij ons. En die staan er nu nog? Die zijn er nu nog, maar die zijn niet meer bij ons thuis. Die zijn naar een andere locatie. Maar wat zegt dat, dat dan zo'n groep nog steeds bestaat? Ja, dat is iets... In het hart, hè? In het hart. En het is leuke voorbereiding om naar de kermis toe. Met z'n allen eigenlijk... Hoogtepunt van het jaar ook altijd? Zeker weten. Ja, voor het dorp absoluut. Ja. Dat was hem dan, het alternatieve volksfeest van Beltrum. En tegelijkertijd een prachtig bloemencorso. Geweldig wat deze gemeente voor elkaar wist te krijgen met alle vrijwilligers. Hopelijk volgend jaar weer zonder beperkingen. En dan ook graag in Winterswijk, Rekken en Lichtenvoorde.